Ze gaan op weg naar de laatste bocht. Vanuit Achterveld komt op dat moment helemaal niks. Het is Fiona Stardust die nog altijd de leiding heeft. Kreebas zit heel makkelijk. Daarachter Dutch Buitenzorg. Candy Woko loopt een wereldkoers naar de buitenkant. Daisy van Kamstra gaat bij hem binnendoor overigens. En nu komt er wel wat uit het Achterveld. Helemaal aan de buitenzijde komt Cashflow aanzeilen. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En de koploper gaat er vandoor. Fiona Stardust pakt 2, pakt 3 lengte voorsprong. En is als eerste in de laatste rechte lijn. Cashflow aan de buitenzijde komt hard opzetten. Gaat Candy Woko met hem mee. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Binnendoor probeert het ook Daisy van Kamstra, maar die vindt geen gaatje. Het is nog altijd Fiona Stardust die leidt. Fiona Stardust aan de buitenzijde. Komt dichterbij Cashflow. Maar Fiona Stardust gaat hem heel makkelijk winnen. Fiona Stardust. Cashflow wordt tweede. Plaats 3 aan de binnenkant voor Candy Woko of aan de buitenzijde. Nog net voor het nummer 12 van Dexter. Dat scheelt heel weinig. Een vriendelijk verzoek aan Stal PD en Bas Krebas om de weg naar het podium te nemen. En daar is Bas Krebas die u kon trakteren op hele nuttige informatie, Bas. En er was geen vuiltje aan de lucht, hè? Nee, ging super. Ik had niet gedacht zo makkelijk te kunnen winnen. Ik kon de kop houden. Ik denk, geef ik niet meer af. Groot veld, je weet dan nooit wat er gebeurt. Maar hij ging fluitend naar huis. Het moet je goed doen, want het was natuurlijk een merrie waar je enorme verwachtingen van had. En dat stagneerde enigszins. En nu dit, ja, dat maakt in één keer op alles goed. Ja, toch gelijk. Ja, maar ik zie heel veel. Ik kreeg de vorige keer al pech door een aanrijding. Stond ik stil, werd hij toch nog 5 en 5 of 16 nog wat. Nee, zeker. Merrie had recht op deze overwinning. Maar het is hartstikke mooi. Ik ga even naar je eigenaar toe, Bas. Want ja, dat is toch de man die achter dit project schuil gaat. Peter Delis. En dan zeggen we natuurlijk, dat is niet netjes je eigen project winnen, maar het is je meer dan gegund. Nou, ik bied daarvoor mijn excuses aan, maar ik ben er wel heel blij mee. Het is ook voor mij de eerste Wolvega, dus ik ben er heel blij mee. Kan ik me voorstellen, vertel, je zit bomvol met ideeën. Dit was een van de eerste die je aan wilde dragen. Ja, en ik vond daar gelijk gehoor in Groningen en in Wolvega. En we mogen over 2 weken nog de revanche rijden. En dit zijn echt de paarden die trouw zijn geweest aan Groningen. Dus die verdienen het ook om hier voor dit geld te rijden. En ik hoop gewoon dat ze alle 16 over 2 weken hier weer van de partij zijn. Hartstikke mooi, meneer Julsing. Namens Groningen ook hier op het podium. Geweldig initiatief. Heel goed initiatief. Niks om aan te merken. Geweldig. We gaan er in Groningen weer een mooi seizoen van maken. We hopen het. Met de Regio Challenge kan dat allemaal doorgaan. Ja, dus 3 jaar nog maar deze bruine merrie van Kift Kronus uit Urania Star. Dus gefokt naar de familie Scheffer. Proficiat, mevrouw en meneer Scheffer. Alweer zo'n goed paard. Stal PD, de eigenaar. Bas Krebas, de verantwoordelijke trainer en rijder. Zijn de winnaars, dames en heren. Voorafgaand. Zo is het 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Ze zijn onderweg voor deze finale. 15 paarden die normaal in Groningen de benen strekken doen dat nu in Wolvega. En Fiona Stardust neemt de leiding aan de buitenzijde. Dutch Buitenzorg. En zo gaan ze op weg naar de bocht. Fiona Stardust is daar als eerste, Dutch Buitenzorg als tweede. Plaats 3 aan de relingzijde is voor Eclipse. En vierde ligt Candy Woko. Wordt een hoofdnummer verloren. Het was het hoofdnummer 12. Dan weten we ook gelijk van wie dat hoofdnummer is. Dexter loopt nu zonder. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Leiding is een ander van Fiona Stardust. Dutch Buitenzorg daarachterin geparkeerd. En daarachter aan de relingzijde Eclipse Galopade daar. Zomaar van het nummer 13, Qatar.
Qatar springt weg en zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Kijk even in het middenveld, want waar is Daisy van Kamstra dan terechtgekomen? Daisy van Kamstra moet ergens in dat middenveld liggen, daar ligt hij ook. Maar voorlopig is Ebbingen nog niet op weg naar voren. Vooraan ligt nog altijd Fiona Stardust. Candy Boko op plaats 2. Ebbingen ligt 4 op dit moment in de tweede spoor. Achter Candy Boko ligt er eigenlijk perfect in. En zo gaan de paarden de bocht door. Leiding in handen van Fiona Stardust. Candy Boko, dan Dutch Buitenzorg en vierde is Daisy van Kamstra. Vijfde aan de relingzijde Eclipse en door het derde spoor gaat nu Einstein naar voren. Einstein komt door het derde spoor, heeft geen plekje kunnen vinden in het tweede en ook niet in het eerste spoor. En zo gaan we driedik voor de tribunes langs. En we hebben nog één ronde te gaan. Leiding in handen van Fiona Stardust, drukt het tempo. Tweede spoor Candy Boko. Derde spoor is nog altijd voor Einstein. Propjes worden getrokken. Nee, het waren niet de prop, het was de aftrekbare orenkap van Daisy van Kamstra. Die ligt vierde op dit moment. Dutch Buitenzorg aan de relingzijde, ook Eclipse aan de relingzijde. Cashflow ligt in het derde spoor. Voor hem uitgaan nog twee paarden door het derde spoor. En zo is er genoeg te doen in het eerste, tweede en derde spoor in deze Regio Challenge finale. En gaan de paarden voor de laatste keer op weg naar de rechte lijn overzijde. Leiding nog altijd in handen van Fiona Stardust. Fiona Stardust, Candy Boko. Daarachter aan de relingzijde Dutch Buitenzorg. Daarachter Daisy van Kamstra. Komt zometeen ruimte voor Daisy van Kamstra. Daar zit Ebbing ook op te wachten. En daarachter volgt dan de rest van het veld. Ze gaan op weg naar de laatste bocht. Vanuit achterveld komt op het moment helemaal niks. Het is Fiona Stardust, die nog altijd de leiding heeft. Kreebas zit heel makkelijk. Daarachter Dutch Buitenzorg. Candy Boko loopt een wereldkoers aan de buitenkant. Daisy van Kamstra gaat bij hem binnendoor overigens. En nu komt er wel wat uit het achterveld. Helemaal aan de buitenzijde komt Cashflow aanzeilen. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En de koploper gaat er vandoor. Fiona Stardust pakt 2, pakt 3 lengte voorsprong. En is als eerste in de laatste rechte lijn. Cashflow aan de buitenzijde komt hard opzetten. Gaat Candy Boko met hem mee. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Binnendoor probeert het ook Daisy van Kamstra, maar die vindt geen gaatje. Het is nog altijd Fiona Stardust die leidt. Fiona Stardust aan de buitenzijde. 1. Komt dichterbij Cashflow. Maar Fiona Stardust gaat hem heel makkelijk winnen. Fiona Stardust. Cashflow wordt tweede. Plaats 3 aan de binnenkant voor Candy Boko of aan de buitenzijde. Nog net voor het nummer 12 van Dexter. Dat scheelt heel weinig.